Herakles TV wordt mede mogelijk gemaakt door ACITO. Welkom bij de Herakles Nieuwjaarshow 2022 vanuit Erve ACITO. Ik zit hier vanavond aan tafel met onze trainer Frank Wormoed, technisch directeur Tim Gielissen, oud speler. Tim Breukers en uh, onze algemeen directeur Rob Toussaint. Heren, mooi dat jullie er zijn. Goedenavond. Terugkijkend op 2021, denk ik, überhaupt een lastig jaar bestuurlijk. Um, is, is corona daarin voor jou het belangrijkste waarom het een, een, een lastig jaar was? Ja, ja ik denk dat dat uh, voor alle mensen geldt. Uh, even, we zitten uh, nu al een hele tijd natuurlijk, uh, ja, we zitten nu weer in een lockdown... We hebben, ja, we hebben vorig seizoen hebben twee thuiswedstrijden met, uh, met twee derde uh, publiek mogen spelen. Dat zeg ik niet goed, dat is één derde publiek zelfs. Uh, ja, dat was twee wedstrijden. Dit seizoen mochten we beginnen met twee derde publiek. Ja, en, en weet je, er, er zijn nul besmettingen hier geweest, want dat hebben we ook nog nagevraagd. Ja en dan is het gewoon hartstikke zuur dat je, uh, ja, dat je niet met publiek mag spelen. En dan mag je blij zijn dat je wel gespeeld hebt, ja, dus dat we in ieder geval de seizoenen nog hebben uh, uh, kunnen spelen. Maar nogmaals, ja, het is dus hartstikke lastig. Want ja, even, wij zijn met dank aan onze supporters en sponsoren leven gebleven. En, uh, en, en dan zie je wel wat voetbal voor een belangrijke rol inneemt. En uh, voor ons een bijzondere Herakles natuurlijk. Uh, dat, uh, dat mensen er zo achter blijven staan. Dus uh, dat is hartstikke mooi. Had je, had je het verwacht dat Tim ermee uh, mee zou stoppen? Ja, es ist, un es ist, es ist äh, hey mulig und das will ich aus eigener Erfahrung, äh, zu stoppen. Als ihr doch gut fühlt, fit bent und könnt auch mit, mehr Hauten Und dann äh, habt ihr doch das Gefühl, hm, und oder, ich habe lange Zeit zu härter Her stellen. Äh, und ich denke auch, Tim hätte auch ge äh, gefühlt, dass es das, äh, folgendes Mal, weil ich so gesehen habe, es gerade nicht mit denen an den folgenden Tag wäre. Also ich habe einen Tag langer Zeit, um herzustellen. herzustellen denke ich mal so und dann fühle ich auch so wenn hm, der morgens ein äh, wackerwort geworden, denke oh, der Licham ist nicht mehr so fit wie so als äh, 10 Jahre leben, was normal ist. Und dann kommt auch denke ich, und dann mit Tim mit lächeln, der Gefühl kann ich noch ein Jahr, will ich noch ein Jahr. Und dann kekke ich auch, hm, spiele ich eigentlich noch? sitze ich alt auf der Bank? Ist es notwendig, dass ich alt, oh, das spiel auf der Bank sit, muss ich nicht spielen? Und äh, hat dann ja abgelaufene Saison dann allzeit gespielt ja, in der, der Sportphase De jongens waren achter hem. Zo, en dan moet hij je beslissen. Ja. Natuurlijk doet hij dat niet alleen. Hij heeft de familie. en ook goede vrienden in de club. die met hem praten daarover. Uh, goed Was het zo? Dat helpt ik helemaal niks meer aan Kom, ja. nee. ik, had, ik had verwacht dat Tim zou blijven. Ja? Ja, ik had verwacht dat hij nog een jaar eraan vast zou knopen. Maar daar uh, hadden wij ook uh, wel de discussies over. van ik denk dat Tim nog een jaar blijft. Uh, maar goed, Tim heeft uiteindelijk zelf besloten. En uh, ja, waarom, dat moet hij dan zelf maar vertellen. Maar Nee, dat dacht mijn omgeving ook. Want ja, we hebben toch wel een beetje koppig eigenwijs, altijd doorgaan. Uh, ook misschien als het niet altijd even goed uitkomt. Maar uh, ja, wat de trainer net ook aangaf uh, qua fitheid, ja. we hebben we wel vaker discussies over gehad, wel of niet. Uh, ook wat medische uh, klachten met knie. Uh, ook toekomstperspectief daarin. Uh, of je later wel of niet uh, kunt sporten uh, met je kids, een balletje kan slaan. Uh, dus al met al, uh, ja, was het voor mezelf ook nog wel lastig. Ik liep daar wel een tijdje mee rond. Maar uiteindelijk als je het uitspreekt en zegt van nou ik ga stoppen, dan, ja, dan is het in één keer wel definitief. En dan uh, valt er ook wel last van je schouders af. Uh, nog steeds? Of is het misschien heb je af en toe dat je hier in. Het, je bent natuurlijk nog bij de club betrokken. Heb je al in Stadium nog steeds dat je dacht van nou, ik, ik zou nog wel aan die, uh, aan die rechterkant. Uh, Natuurlijk uh, ja, mis je het wel en je, hè, als de wedstrijden beginnen, als de jongens het veld opkomen. Ook uh, hadden we dan maar twee wedstrijden met thuis publiek. Dat, uh, dat, dat is natuurlijk uh, heel gaaf, daar krijg ik veel van. Um, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen spijt van de beslissing. Nee, nee. ik vind het goed. Het is mooi geweest. ik kijk uh, ja, kijkt er mooi op terug. Uh, mooie dingen meegemaakt en uh, ja, dat pak ze niet meer af. Dus, uh, dat heeft ook geleid dat uh, Tim ook inmiddels uh, uh, op de Iconenwand in het Iraks Museum terecht is gekomen. De bestuur en de museumcommissie heeft gemeend jou blijvend in deze, dit museum een plek te geven aan de Iconenwand van de Iraks Ja, Mooie beelden, Tim. We zien, we zien deze foto. Dat liep nog wel een beetje in het water, hè? Ja, letterlijk, ja. Nee, dat klopt. Het was één bui die dag en die kreeg ik toen ik uh, drie minuten denk ik, uh, op het veld stond. Kreeg ik die op mijn uh, op het dak. Dus, uh... Veel langer duurde die ook niet. Het was precies Nee, nee, af... nee, klopt. Dan... Ja, alsof het zo bedoeld was. Hè? Ja. Onze doelstelling is wel iets naar boven bijgesteld. We hebben hier met elkaar in de coronaperiode ook even stilgestaan bij: oké, okay, waar zijn we nu eigenlijk en waar willen we naartoe? Uh, we hebben de afgelopen zes jaar we dat goed gedaan. Uh, hmm. Waar staan we voor als club en, en wat willen we daarin bereiken? Nou, daarin hebben we gezegd, als wij de laatste zes jaar structureel bij de eerste tien eindigen, vinden wij het gezond om uit te spreken dat is wat we willen vasthouden, dat is wat we willen continueren. Dus dat is ja, eigenlijk een soort ja, licht aangescherpte doelstelling, uh, maar die had niet zozeer te maken met de ploeg of met het aanblijven van Frank. M hè? Uh, prettige bijkomstigheid allebei. Uh, maar meer met van dit hebben we de laatste zes jaar voor elkaar weten te boksen. Dus volgens mij moeten we dat gewoon vasthouden. Ja. Was spijt van gat dat je het zo geroepen hebt? Of... Nee, 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 ik vind nog steeds dat wij uh, onze doelstelling is tussen 6 en 10 eindigen. En uh, ja, dat we een teleurstellende uh, eerste seizoen zelf achter de rug hebben met 18 uh, uh, punten uit 18 wedstrijden. Ja, dat doet, uh, dat doet pijn. Maar ik, ik denk ook dat we in, uh, in bepaalde wedstrijden wel wat tekort zijn gekomen. Uh, en ergens moeten we straks ook moet het kwartje ook de goede kant op vallen. En moeten wij uh, ja, het geluk ook aan onze zijde. En dat dwing je af, hè, gelukkig. Want uh, ik geloof niet in pech en geluk. Maar dat dwing je op lange termijn ook weer af. Dus ik, uh, ik geloof nog steeds, we staan zeven puntjes achter op nummer tien. Uh, nou, ja, goed, laten we, laten we beginnen met, uh, met een mooie serie neerzetten. En ik geloof nog steeds dat we tussen zes en tien kunnen eindigen. Ja. Is, er, is er paniek geweest? Nee. Nee. Uh... einfelte erklären, äh, 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 warum, weil die Prestazie war es okay. Ähm, als ich dann sieht, äh, wie viel Kansen weggeben, sehr wenig. Wir waren in dieser Phase auch Zweite in der Rangliste von Kansen weggeben. Da denke ich Zweite, achter Ajax, Kompliment an den Bluch. Äh, wir haben dort auch noch mit, äh, mit äh, Kansen umsetzen in Dülpünden. Und das ist, äh, denke ich mal, so Expected Goals ist so äh, ein Statistik Da ist aber nicht so gut. Is, is dat misschien nog wel des te lastiger, dat dat het probleem is, het, het scoren? Ja, ik wil het niet als het probleem zien, ik zie het als uitdaging. Uh, de, 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 de spelers werken elke training met afwerken. En kunnen kunt ook duidelijk zien dat het mogelijk is. En we hebben ook nu de Koning laten zien dat we ook doelpunten maken kunnen. Ja, maar dit is halt een negatieve fase geweest. En uh, ik hoop dat het nu voorbij is. Waarom is de spelopvatting in uitwedstrijden zo dat wij met het, ik weet niet of je de term kent, met het staart tussen de benen spelen? Dat is geen opvatting, hè? Nee? Het is niet een spelopvatting als dat we verdedigen of aanvallen. Nee, okay. of dat is meer een, je bedoelt gewoon qua houding. Ja. Okay. Dat is niet een vraag van de houding. Nee, kijk maar, we hebben toch de, de laatste drie wedstrijden. In Utrecht 1-0 in de tre, 93. Feyenoord we hebben we maar 1-0 voorgestaan. 2 -1, ongelukkig verloren. Dan hebben we uh, Utrecht, wat was nog? Utrecht, Feyenoord en wat de derde was. Vitesse. Vitesse. Sorry. En uh, we hebben altijd de kans gehad gelijk te spelen of ze gaat winnen. Und dann kann es kein Houding sein, negativer Houding sein. Nein. Und also mir fragt und was ist der Reden? Dann muss ich den Spieler fragen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Spieler sagen so, äh, der Teegenstand ist natürlich Peter. logisch. Ja. Und ich habe, sorry, ich finde es das verkehrt zu sagen, mal wir tränen und werken auf dem Kunstgras. Und die Spieler haben Zeit notwendig ob normal Gras zu wenden. Das sehe ich deutlich mit der Passqualität. Dann denke das kann doch nicht sein, mein Bluch kann so gut Fußballen und nun haben wir allzeit negative Passen. Und dann kommen wir nicht in der Wettstreit. So, und das ist ein bisschen ein kleiner Grund, äh, reden. Und der andere ist natürlich auch, der Texaner ist ein better Toys. ist ja. sind sie echt Peter Und sie haben mehr Vertrauen, äh, so, wie, so als wer die Toys mehr vertrauen hätten, haben habe die Toys mehr Vertrauen. Und dann, aber mal, diese Saison muss ich sagen, ein Kompliment an mein Bluch. Wir haben nicht viel Punkte gehalten in den in heutigen Wettstreiten, weil die Prästation war allzeit gut. Je moet winnen in kampuur, sorry kampuur. We moeten winnen in kampuur, We moeten in pack, sorry, pack. We moeten winnen in pek. En dan hebben we maar een totaal andere situatie. Ja, en ja maar dat, in... dat, wil, dat wil, ik, wil ik eigenlijk toevoegen. Dat, ik vind eigenlijk dat we dit jaar qua spelopvatting of uh, hoe we uh, in uitzijdige spelen, daarin meer van eigen kracht uitgaan, uh, hoge druk zetten, uh, daarin ploeg onder druk zetten. en, en Um, niet eens heel veel handen, anders dan thuis. Nee, ja. En de, de voorbeeld die Frank aanhaalde. dat zijn al bij uitstek twee wedstrijden waarvan je zegt, ja, als je die op die manier tien keer speelt, dan zul je hem negen keer winnen. Ja. Um, en die punten die, ja, die missen we. Die doen een beetje pijn. En er zijn ook wedstrijden geweest. Ik vond dat we bij Go niet goed thuis gaven in een uitstrijd. Maar dat we daar gewoon niet, niet goed genoeg speelden. En ook niet goed omgingen met de situatie die ontstond. Uh, maar ik vind wel dat er uitstrijden zijn geweest waarin we de prestatie of het spel of de opvatting goed was. De, die hadden ook om kunnen. Und muss in Punkten, ist nicht ja. gebeurd. Also da haben wir we tun in der zweiten Saison selbst. Ja, oft haben Noch einmal, ja. Statistik. Eine Überwinning mehr. Und wir haben das gleiche Bündel, eine bessere Zielzahl als in dann abgelöffene Saison. Ja. So, dann hoffe ich natürlich, dass wir nur die gleiche Situation haben wie in der Saison. Dann kriegen wir den Punkt und dann sind wir da, wo Rob nachtoe will. Terugkijkend op de eerste seizoenshelft vind ik dat nog wel leuk om naar te kijken wie was de uitblinker is dat voor jou een speler geweest, Rob? Luca de Latorre, ja, die uh, altijd aanspeelbaar, voetbalt altijd makkelijk door. En hij heeft zich ontwikkeld tot Amerikaans international. Uh, dus ja, ik denk uh, ja, als ik dan een speler moet noemen, uh, ja, dan, dan zou ik Luca noemen. Ja, toen jij en Tim, je zit bij elkaar op kantoor, volgens mij uh, hem uh, van hem haalde. Hadden jullie ooit verwacht dat dat een controlerende middenvelder zou worden, Tim? Nee, nee, dat was niet de eerste uh, gedachte. In alle eerlijkheid. Kijk, uh, Luca hebben we gezien, en dat was in coronatijd, dus op video, als een jongen die uh, op tien speelde of aan de buitenkant speelde en naar binnen kwam. En, en wel twee benig was, dus alle kanten op kon. Uh, uh, dat vonden we wel een interessant type. Frank was de eerste die zei van uh, ik denk dat ik mijn positie naar achter moet halen. Dus ik nog. Laat hem nou eerst even echt fit worden. Want als je op die positie ja, goed wil spelen, dan moet je ook echt inhoud hebben. En de eerste dat had hij in het begin nog niet. Ja, Luca is, is ook heel stoïcijns, is in zijn. Gedrag en manier van voetballen. En je ziet ook hè, wat Tim volgens mij ook zegt, van goh, hè, de bal wat hij heeft, kan het spel versnellen. En dat is wel uh, ja, dat is toch wel een talent wat uh, niet heel veel jongens hebben. En uh, ja, hoe hij zich nu ontwikkelt, ja, dat is. Uh, dat is knap. En dan zou je bijvoorbeeld al kunnen zeggen, laten we daar een ervaren wat gaan neerzetten. Maar ja, dan je ja. dit, dit nu wel. Uh, en een positie waarin ervaring wegviel. Uh, is centraal achterin met Robin Prupper. Ik vind dat, Robin, of, dat Marco Rente dat uh, tot nu toe uitstekend invult. Dus ik ben blij dat we die keuzes hebben gemaakt, want Marco uh, ontwikkelt zich goed en is daarin van heel veel waarde voor, uh, voor ons. Dus wat wij hier vaak toch hebben en doen, zijn de spelers die, die binnenkomen en waar een krasje op zit. of die. die, die, die ja. Die het niet hebben laten zien in de laatste jaren. En waar wat wenkbrauwen gaan fronsen als die binnenkomen. En dat is uh, misschien of dat met Bilal nu wel of niet was. Hè. Dat, maar die heeft zijn aanloop nodig gehad. Maar uiteindelijk in december kwam hij daar wel doorheen. Hè. Met, uh, met uh, een goal tegen AZ en een goal tegen Groningen. En, en een goede assist. Uh, en, en bij Nicolai Lauwser zag je ook dat hij er doorheen komt. En dat is niet de uitblinker geweest, begrijp, je me? begrijp me niet verkeerd. Maar dat is wel het resultaat geweest van keihard werken. Ook bijvoorbeeld bij Nicolai, die ergens in. Oktober, november inzag van ja. Poeh, uh, ik moet uit het uitdrukking welbekende andere vaatje tappen. Ja. En die is toen aan de gang gegaan met de trainers, maar ook fysiek. En die heeft echt veel werk gedaan na trainingen nog extra. En dan zie je waar dat toe kan leiden. En dat, ja, dat, dat doet me dan wel deugd dat dat soort jongens dus wel uit de verf kunnen komen. Ja, daarin is natuurlijk vorige week nieuws naar buiten gekomen, Tim, dat, dat onze trainer gaat vertrekken, Frank Wormoed. Um, hoe, hoe was dat voor jou? Wanneer kwam dat nieuws jou ten horen? Ja, tussen uh, kerst en oud en nieuw uh, hebben we hier met z'n drieën gezeten. Uh, omdat we in de periode daarvoor uh, aan Frank hadden gevraagd: van. Uh, denk eens goed na over je toekomst. En, en we willen graag van jou daarin weten hoe je daarnaar kijkt. En dus, uh, toen heeft Frank ons de dag na kerst bericht: Hebben jullie je tijd? Dus, uh, dan komen we wel even op het stadion. Dus dat hebben we met elkaar gedaan. Ja, wij wilden in ieder geval graag door. Ik denk dat dat goed is om te zeggen. Uh, dus we hadden Frank gevraagd uh, ja, om door te gaan. En uh, ja, om daar uh, tijdens de kerstperiodes rustig over na te denken. Nou, dat heeft hij gedaan. Ja, je hebt er al uh, uitgebreid... Ik, ik waardeer dat, dat ik nog uh, langer hier werken kan. Je, je hebt er ik... uiteraard al uitgebreid over, uh, op gereageerd. Dat kunnen mensen terugkijken op, uh, op het YouTube kanaal van Herakles TV. Um, maar uh, nou, we zijn nu een weekje verder. Um, wat zijn de eerste reacties geweest? Van wie? Van de mensen. Van de heb, je, heb je supporters gesproken in nee. de, Albert Heijn, Wierde, of, of Nee, 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 nee. Niemand. Ik leef heel anoniem. Ja. <laughs> nee. Ik heb, ik heb zo, geen reactie gehoord. Toch, toch. Twitter heb ik gehoord dat uh, 32 mensen gezegd hebben, uh, vind ik goed? Uh, uh, ik, leuk, ik, heb, ik, ik weet niet wat ik bedoel, maar ik vind ik goed, maar ooit dat, dat ik iets zeg of uh, dat ik wegga, weet niet. <laughs> nou. Frank uitgebreid terugblikken zullen we aan het einde van het seizoen doen. Maar goed, het is nu toch wel een week later. Um, hoe kijk je terug op, op die beslissing om, om wel te vertrekken aan het einde van het seizoen? Ja, was moeilijk. Maar het is niet uh, tussen kersttijd en het uh, nieuwe jaar de, nieuwjaar, de geweest. Ik heb natuurlijk ook uh, tussendoor natuurlijk gedacht, wat wil ik eigenlijk nog bereiken in mijn leven? Kan ik nog iets bereiken? Ik leef altijd in hier nu. Maar op dit moment moet je ook denken, wat het contract was beëindigd. Ist beendet in eine Saison. Dann habe ich zwischen nachgedacht und habe gesagt, okay, nun bin ich 61, nun habe ich eigentlich nicht mehr so viel ganzen noch ein anderes Glück zu sehen und auch neue Dinge zu sehen. Heraklis ist formell eine Komfortzone. Unglaublich, dieser Verein, der Club. Wir könnt hier werken, rüstet. Elke Trainer muss ich sagen, ein Kompliment, als sie nach Heraklis kommen kann. Ihr muss natürlich auch Success haben, weil ihr könnt auch mit diesen zwei Herren auch gut werken. beide kommen von Football das ist sehr wichtig für den Trainer ähm, und dann habe ich gesagt okay ich, ich habe der Einige Kanz ist nie noch Wächter kann anders äh, bin ich noch zehn Jahre hier und dann ich glaube äh, nur das Zeit dann werke ich dann mit äh, Tim in in der Kantor. Und dann will ich auch nicht <laughs> und darum habe ich gesagt okay das ist der Einige Kanz noch nach vier Jahren äh, Wächter kann äh, noch einen Kanz zu kriegen und auch für Herak ist es, ist es gut sie kriegen andere Impulse dann natürlich habe ich eine Alternative gekriegt oder Alternativen gekriegt. Und dann muss ich auch mal sagen: Okay, dann sorry. War eine fantastische Zeit, ist eine fantastische Zeit, aber das Wichtigste ist nu, habe ich auch gesagt: der folgende ist, äh, Monaten vijf Maanden, würde unsere Doelstelling bereiken. Und das ist der Wichtigste. Und ich gehe zusammen auch mooi Das ist die Doelstelling. Ja, Deutlich. Ook naar actualiteit te kijken. Op dit moment is er een. een nou, we leven weer met, met corona. Dat is in de club, uh, heeft dat ook plaatsgevonden. Um, kun je ons wat meer over vertellen, Tim, over de huidige coronasituatie binnen de club? De gevolgen, wat het heeft? Nou, even los van het stuk hè, wat je het over gaat hebben zonder publiek. En, uh, en dat we supporters en sponsoren missen, is natuurlijk de, ja, de actualiteit nu. Is dat omicron en besmettelijkheid? Dat, dat, dat merk je. Dus uh, in de dagen na. In januari, toen we begonnen, stond het weer volledig hier in teken van, van testen en voorzichtig zijn. Uh, zag je toch dat ja, vanuit privé situaties of jongens die terugkomen, dat die toch uh, ja, en, uh, waren enkele die positief testen. Uh, in in dagen daarna liep dat een beetje door. Uh, inmiddels zijn er ook al weer jongens die daardoor nu aansluiten. Uh, dus ja, dat is toch wel, toch wel lastig geweest die eerste week. Daardoor was het wat onrustig. Inmiddels is een. een overgroot deel van de, van de spelersgroep uh, is, is geboosterd. Hè. Een ander groot, uh, groot deel heeft het onlangs of kort daarvoor uh, doorlopen. Dus die zijn in die zin ook, uh, ik wil niet zeggen immuun, maar voor, het, uh, voor de regelgeving van de KNVB geldt dat als je geboosterd bent of je hebt het onlangs gehad, dat je dan, ja, dan heb je eigenlijk een soort vrijstelling. Uh, dus ja, dat, we hopen dat, het, dat dat in ieder geval ertoe leidt dat in de komende weken. Uh, dat het in die, op dat front rustig blijft voor ons. En richting NEC zal het nog spannend zijn, en links en rechts, of, of die of die wel of niet in aanmerking komt voor die wedstrijd. Dus, dan moeten we gaan zien uit een aantal testen nog. Ja. Als we dan ook naar actualiteiten kijken, Tim, dan uh, gisteren hebben jullie gecommuniceerd dat uh, Rijvloed weer aan gaat sluiten bij, uh, bij de groepstraining. Um, hoe, hoe kijk je daarop terug, gisteren gecommuniceerd? Ja, een hele moeilijke periode geweest, voor alles en iedereen. Uh, en ik, ja, ik merk dat ook aan mezelf, dat zijn niet de makkelijkste dingen het is een van de moeilijkste dingen geweest. Uh, je merkt ook dat dat toch ook wel wat reuring geeft, uh, begrijp ik ook. Nou, ja, goed. Ik hoop dat we vanuit hier weer vooruit kunnen. Wat er aan zit te komen, we zitten natuurlijk nu vol in de transverwindow, Tim. Um, staat op dat vlak nog, uh, nog iets te gebeuren deze maand? Wij vinden dat, dat de groep die we hebben met elkaar, dat daar kwaliteit in zit, dat daar ook potentie in zit, dat die met elkaar goede dingen laten zien. Um, en daar willen we ook het vertrouwen aan geven, of daar hebben we ook het vertrouwen in. En, en ja goed, Frank, als het anders is, mag je het zeggen. Maar hier zit niet een trainer die, die, die elke twee dagen bij ons op kantoor komt. van er moeten, er moeten spelers bij. Want dat gevoel is er nu eenmaal niet zo. Nee. Um, dus we kijken, hè, als, we, als we daarin iets kunnen doen waarvan we echt geloven dat het goed is. dan, dan zullen we dat doen. Uh, maar wel overwogen. Waarom halen jullie eigenlijk telkens jonge spelers. in plaats van iemand die je direct staat, een leidertype of die direct een creatieve impuls kan geven aan deze selectie? Eigenlijk moeten wij spelers al een fase eerder halen. Hè. Dus de Chibora moet je al halen als nog niemand van Chibora heeft gehoord. En, en hem dan laten rijpen en op het goede moment inbrengen. Zodat hij, zodat hij en heel goed kan spelen en waarde kan ontwikkelen. Waardoor je nog transferwinst kan, kan realiseren. En ik denk dat we bijvoorbeeld met Seriel, dat was, een, dat was een, een lot uit de loterij. Hoe dat toen is gelopen met Dalmau. En, dat was die zondige direct. Daar hoef je niet over te discussiëren. Uh, maar andere spelers in die categorie zijn gewoon heel erg lastig te halen. Dus wij moeten ze eigenlijk zelf maken. Ja, Er lopen natuurlijk duizenden scouts rond hier in Almelo. Als we, als we die vragen de mogelijkheid geven om vragen te stellen, een naam die daarin werd genoemd is, is Thijs gaat de spits van Excelsior. Kun je uitleggen waarom dat soort spelers misschien al niet meer haalbaar zijn voor Herakles? Ja, omdat die door de markt gewoon uit, uit de, de, de prijsniveaus worden gedreven. Zeg maar. Kijk, uh, uiteindelijk, als clubs een speler willen halen, wij ook, dan vinden we het wel prettig als hij niet te duur is. Op het moment dat je een hele goede speler hebt die het heel erg goed doet, ja, laten we elkaar allemaal geen mietje noemen, ja, dan roept iedereen, en daar moeten we de hoofdprijs voor krijgen. Dat, dat gebeurt hier als het met een speler is, of het nou Dessus was of Tibor of Van der Water. En dat gebeurt bij Excelsior nu met Dallinga. Uh, je hebt gezien dat spelers in de KKD die het eventjes goed doen, uh, zomaar voor 2,5, uh, 3,5 miljoen uh, van Hekken en van de fan verkocht worden. Nou, nu, deze jongen maakt heel veel goals. Dus ja, dan ontstaan er ook dollartekens of eurotekens op de burelen. Uh, dat is gewoon hoe de markt nu is. Is dat goed voor, voor spelers? Nee. Want wat ik zie is dat spelers van dit niveau drie niveaus overslaan en dan daar terechtkomen. En dan ja, redden ze het niet en dan moeten ze weer verhuurd worden en dan gaan ze weer terug. En krijg je een heel onrustig carrièrepad van. Maar dat is wel hoe de markt nu functioneert. Ja. Naast spelen zit er dus de komende periode voor jou een nieuwe uitdaging ook aan zit te komen. zoek dus toch naar een nieuwe trainer. Kijk je daar naar uit en waar, en waar ga je naar op zoek? Ja, ik vind, nou ja, goed, ik vind, ik vind dat wel een, een, een leuke uitdaging. He, dus, uh, en, en waar gaan we naar op zoek? Ja, goed, het moet een trainer zijn die bij Herakles past qua filosofie. In de, de manier van spelen. De mensen willen hier naar huis gaan na een wedstrijd. Dat ze denken: Godverdomme, het was echt een, echt een goede wedstrijd. Met veel, met veel uh, energie, met veel passie. Uh, met goede aanvallen. Met, met leuke spelers waar, waar ik graag voor naar het stadion kom. Uh, spelers die we ook kunnen ontwikkelen. Hè, een trainer die daarin gelooft en daarmee aan de slag gaat. Uh, en een trainer die ook wel een beetje de lijn doortrekt die we hebben ingezet. Hier wordt hard gewerkt. Topsport is een vak. Uh, dus dat is wel iets wat we daarin willen, willen bewaken. Ja, Rob, toen John Steegman hier vertrok, was dat eigenlijk ook. Het ging qua resultaten prima. Maar toen riep Clip ook. Nou, misschien is het soms ook goed om een, een nou, nieuwe wind door een club te laten varen. Is dat nu ook wel een beetje een gevoel wat, wat misschien overweegt? Hoe ga je door doorwouden gaan met Frank? Uh, nee, ja. Weet je, waar, waar nieuwe ogen, uh, die dwingen altijd wel weer. Maar. Um, nou, ja, we gaven net aan, we zijn tevreden over Frank en uh, daar hadden we graag mee doorgegaan. Maar uh, ja, die keuze wordt gemaakt okay, en dan kijk je alweer door. Dus, dus het traject loopt al. Tim is daar hartstikke druk mee bezig. In uh, ja, de komende tijd zullen er gesprekken gevoerd worden. Ja. En, en, en uiteindelijk geeft alles ook weer nieuwe kansen. Uh, en, en, maar er staat wel een duidelijke filosofie vanuit de club. En, en ook toen Frank hier kwam, van, er was er wel een manier van okay, hoe wij hier willen werken. Met elkaar en, en, en de gedachten. En, ja, en dat Frank die dan weer verder perfectioneert, prima. Dat zal een nieuwe trainer hopelijk ook weer doen. Dus zo, zo ga je steeds weer, probeer je ook dat stapje te maken. Wat uh, net de vraag uh, die er was: We gaan het meemaken. Heren, wil ik jullie bedanken voor je aanwezigheid. Uh, helaas niet proost op een nieuwe jaar, maar in ieder geval wel vanuit ons, vanuit Herakles. Iedereen een heel gelukkig en gezond 2022. En dan heel graag tot de volgende uitzending van Herakles TV. Herakles TV werd mede mogelijk gemaakt door ACITO.